Zij dus degene. Uiteindelijk wordt het schot net zo ongelooflijk doelgericht. De zesde goal alweer van Spitsen. En de kwalificaties voor een wat diepliggende middenvelder. Is dat serieus? Ja, het is dan wellicht een poging om de bal in bezit te krijgen. Dus wordt geblokkeerd. Maar dat is blijkbaar ook een overtreding. Of wie heeft er dan... Is de baan van dit kwartet. Belti en Dekker. De vrouw. Inmiddels achter de bal. En Bachman. En... Belti. De klap uiteindelijk. En ze zo weer op kan staan. En het spel inmiddels ook... Print van Lieke Martens. Zijn we hier bij Sinus. Martens boos op de assistent. Zij zou degene moeten... Welkom terug, 0-0. En dit is de 19-jarige Leeman, vriendin van Bachman. Maar dat even terzijde zeg. Laatste troef er meteen in te gooien. Alicia Leeman speelde vrijdag nog. Wie er dan in de kleedkamer is achtergebleven. 22. Het briefje ging naar onze... Briefje helemaal niet, die moet naar de vierde official. Victoria Beyer blijft in de kleedkamer achter en wordt vervangen door deze Alicia Leeman, die inderdaad, zoals Helena al zei, dagen in 20 en Interland 121. Een 1-1 gelijkspel, ploeggenoten.